Een heel goeie avond. Langs de kusten van de Atlantische Oceaan liggen nog altijd overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog. Ruïnes van bunkers en andere resten van een gigantische verdedigingsmuur, de Atlantikwal. Hitler beval die te bouwen nadat hij de slag om Groot-Brittannië had verloren. Hij had zijn troepen toen nodig in het oosten. Het uitgestrekte front in het westen wou hij verdedigen met het grootste militaire complex van de moderne tijd. De Duitsers gingen aan de slag met hun bekende grondigheid. Ze bouwden, vaak onder de grond, hele betonnen dorpen. Zo'n 500.000 mensen werkten eraan. Duitse soldaten, gevangenen en lokale aannemers. Maar die hadden er niet altijd belang bij hun werk goed te doen. Ze pleegden geregeld sabotage of ze speelden informatie door aan het verzet. En de leiding maakte strategische fouten. Zij concentreerden zich bijvoorbeeld op de havens. De landing op de stranden van Normandië zou duidelijk maken dat ze zich hadden vergist. De muur van versterkingen en kanonnen moest 4.500 kilometer lang worden en lopen van Noorwegen tot aan de Pyreneeën. Maar in 1944 waren maar 5.000 van de geplande 15.000 bunkers af. Dit is de historie van dat megalomane, maar mislukte project, het verhaal van Hitlers Atlantikwal. Im Atlantikwall würden die Soldaten kämpfen, bis sie sterben. Es gibt hier kein Ausweichen, sondern nur kämpfen und sterben. It was only bloody mindedness on the part of the infantrymen and the tank crew that we got ashore. Es sind auch viele gestorben. Ich habe einen gekannt, das war der Geschützführer Hüsterhaupt vom ersten Geschütz, der hatte beide Beine an. Er ist verblutet. Na de bezetting van West-Europa beveelt Hitler de bouw van de Atlantikwal. Een aaneenschakeling van bunkers, geschutsbatterijen en radarstations gespreid langs de westkust. De tussenafstand varieert van enkele meters tot verscheidene kilometers. De wal loopt van Noorwegen tot de Pyreneeën. Honderdduizenden mensen bouwden er 4 jaar lang aan mee. Het zou het grootste militaire bolwerk van de 20e eeuw worden. Wie der Führer in seiner großen Reichstagsrede sagte, sei es ein unbeirrbarer Entschluss, auf diese Front gegen jeden Angriff zu schützen. Heute setzt Deutschland diesen gewaltigen Panzer von Beton, Stahl und Eisen gegen die Drohung mit der zweiten Front, mit der unsere Gegner von ihren schweren Niederlagen an allen anderen Fronten abzulenken versuchen. De propagandamaschine draait op volle toeren, maar achter de schermen heerst onrust in Berlijn. In augustus 40 verliezen de Duitsers de luchtslag tegen Groot-Brittannië. De geplande invasie gaat niet door en het gros van de troepen gaat naar het oosten om de inval in de Sovjet-Unie voor te bereiden. De Sovjet-Unie had weerstand geleistet, zodat immer meer troepen van Westen afgezogen werden moesten. En deswegen een schutz außerhalb aan de Rändern Europas opgebouwd werden moesten, weil de schutz door divisionen im Westen zu schwach war. In het begin was onder meer de kust van Noorwegen prioritair. Hitler wilde daar de ertsmijnen en de toegang tot de Baltische Zee beschermen. In Trondenes staan nog altijd intacte batterijen, hun dodelijke vuurmonden gericht op een invasievloot die nooit zou komen. Batterijen als deze waren niet alleen bovengronds, maar vooral ook ondergronds zeer indrukwekkend. Tientallen soldaten verbleven hier. Toiletten, slaapzalen, keukens en munitiekamers waren diep onder de grond verstopt, onder dikke lagen beton. Maar nooit is hier één vijandelijke soldaat opgedaagd. Even groots was de batterij tot in het Noord-Franse Audenguin.
een van de eerste grote bunkers die gebouwd is tijdens de oorlog. Hij is genoemd naar de organisator van de Atlantikwal, dokter-ingenieur Fritz Todt. Todt was een geniaal ingenieur, voor Hitler de geknipte man. Dr. Todt war ein für mich ein hervorragender Ingenieur, auch für andere. Kolossal freundlich, liebenswürdig, integer, kameradschaftlich. Er befahl nicht. Ne? Er hörte sich die Probleme an. Wurde ein gewisser Konsens hergestellt. Und dann sagte er natürlich zum Schluss, wenn wir zum Konsens gekommen waren, so wird's gemacht. Dr. Todt zou zijn naam geven aan een gigantische organisatie, de Organisation Todt. Zonder dit apparaat had de Atlantikwal nooit gebouwd kunnen worden. Todt werkte rechtstreeks voor Hitler en had alle macht om privébouwondernemingen uit Duitsland en de bezette gebieden samen te smelten tot één groot militair bouwbedrijf. Die Franzosen en die Belgier en die Nederlandse bouwondernemingen, die worden zunächst auch als Subunternehmer der deutschen Firmen, Baufirmen eingesetzt. Zum Schluss direkt von unseren Oberbauleitungen. Nicht? Also man hatte ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen der Führung der Oberbauleitung, der OT-Oberbauleitung und den ausländischen Firmen. In Februari 1942 wird der Bunkerbau versnellt. De OT werkte met standaardmodellen. Per type van bunker stond de hoeveelheid materiaal vast, het aantal uren werk, de manier van bouwen en zo verder. De Organisation Todt werkte met onderaannemers en die werkte met lokale arbeiders. Op het einde van de oorlog liet de OT toch bijna 500.000 mensen werken aan de wal. Vele onder hen hadden geen andere keuze. De Nederlandse haven Vlissingen, een van de mogelijke landingspunten voor de geallieerden. De Duitsers maakten er een bolwerk van. Op en achter de stranden werden massaal antitankversperringen aangelegd, de zogenaamde drakentanden. Een van de duizenden Nederlandse arbeiders is Jacob Schinkel. Ik moest werk hebben, dat was tijdens wat belangrijk is. En wat ik moest doen, ging om werk. En als je dus 8 jaar crisis gehad hebt, dan interesseert het niet, want iedereen werkte trouwens voor de Weermacht. Zelfs de bakker, de boer, alles werkte voor de Weermacht. Hetzelfde verhaal in Frankrijk. Lucien Terrier was niet bepaald Duitslievend, maar had weinig keuze. On avait le choix, soit travailler en France par une entreprise française, travailler quand même pour eux, ou aller en Allemagne directement travailler. Et en Allemagne, moi, je ne voulais pas y aller, pour une bonne raison, je disais, si on allait là-bas, on travaillait dans les usines d'armement. Anderen collaboreerden, zoals de vader van John Burgmans. Hij was een NSB'er, een Nederlandse nazi dus. Zoon Burgmans ging dikwijls mee met zijn vader naar de bouwplaatsen waar die hoofdingenieur was. Mijn vader had de leiding, het allereerste bunkers bouwen rondom vliegveld Valkenburg bij Leiden en Katwijk. En dat begon ongeveer waarschijnlijk in juni 1940. Het was eigenlijk een compleet dorp dat er gebouwd was. Behalve Katwijk en Noordwijk, dat was het dorp al. Maar als je denkt aan al die Duitse soldaten die daar in die bunkers woonden en die hun eigen bakkerijen en badhuizen en wc's hadden. Ja, dat vond ik heel erg efficiënt. Het was heel erg gedetailleerd. Als je eraan denkt dat ten eerste zeiden de Duitsers natuurlijk precies waar zo'n bunker moest staan en waarom. En toen begonnen ze de bouwplaats uit te graven.
Zo, dat ging door en hij was waarschijnlijk de hele week weg. En dat zei hij dikwijls. Ik moet wegblijven, want het betonstorten begint. Zo, dat was een grote baan. En als je denkt van het begin tot het einde, nam het ongeveer 3 maanden beslag voor zijn ding daar stond. Die konden nou eens met beton werken, die Duitsers. Dat was echt, dat was knap hoor. Dus dat nam ik mijn pet wel af. Ik vond dat goede bouwers. In de oorlog keren de kansen intussen langzaam maar zeker. Rusland wil niet wijken. En bovendien keren de Verenigde Staten zich tegen de nazi's. In december 1941 besluit Hitler om de Atlantikwal de hoogste prioriteit te geven. Ik kan geen nacht rustig slapen als ik eraan denk dat de Amerikanen en de Engelsen komen voor ik de oorlog in Rusland en Afrika zegerijk heb beëindigd. Adolf Hitler. Hitler beveelt ook de maximale versterking van de Britse Kanaaleilanden. En die beslissing had veel minder rationele gronden. De Kanaaleilanden Guernsey, Jersey en Alderney waren een stokpaardje van de Führer. Ze waren in vergelijking met de rest van de Atlantikwal zeer sterk uitgebouwd. Te sterk. Het was een propagandistische zug. Denn das wurde ja immer herausgestellt, dass jetzt auch englisches Territorium, die englischen Inseln, die Kanalinseln waren ja englisches Territorium, als erste besetzt sind. Und so würde es auch dann größeren Inseln geben, hörte man immer in der Propaganda, gemeint war das englische Mutterland. Einen militärischen Vorteil hat es für die Deutschen nicht gebracht. Net als Noorwegen was dit een misrekening. Het was Hitlers persoonlijke besluit en het ging in tegen alle adviezen van de militaire top. De Kanaaleilanden waren het minst belangrijk in de hele wal. Maar Hitler stationeerde er 2 divisies. Het was een dure vergissing. Intussen was het voor de werklieden aan de wal geen pretje. Hier in het Franse Eperlec werkte Luc van de Velde als dwangarbeider in de zogenaamde offensieve bunkers van de wal, waar de veebomen gelanceerd moesten worden. Hij heeft heel nare herinneringen aan de Duitsers, maar vooral aan de Franse collaborerende politie, de Milice Pétain. De zaterdag trokken de Duitse Weermacht zich terug en werden vervangen door de Milice Pétain voor de wacht te doen op de dingen in het kamp. En dat was, ze waren gans in het zwart met een beret alpin. En hun geweer. En ja, er was een toilet, een wc. Hè, een grote put met 2 balken erop. En je stond met je twee voeten op die ene balk. Je stak je broek af. Je zette je neer op de tweede balk. En je probeerde zo je behoefte te doen. Dan kwamen die smeerlappen binnen. En zeiden ze, hola mij. Je stak je handen omhoog. Hè. Boef, en ze duwde u en je viel achterover in 1 meter dik stront. Ja, vol met wormen en ja, als je daaruit komt. Ja, er was 1 kraantje en je moest er dikwijls met 20 man aanschuiven voor je te kunnen afwassen. Ook in Nederland werd de toestand grimmiger. Bovendien kregen Jacob Schinkel en zijn kameraden steeds meer het gevoel dat hun werk voor de Duitsers van beslissende invloed zou kunnen zijn. De eerste bunkers waren klaar en ik herinner me dat nog. Toen kwamen deze dingen die kwamen en er kwam hier een mijnenveld. En toen gingen we ze even verrekt. Komen wij nog van die Duitsers af? Maar nou wordt het hier wel erg sterk. En toen begonnen we eigenlijk een beetje bang te worden, dat werk wat wij deden, dat het wel eens onze eigen vrijheid kon kosten. Dus toen gingen wij niet enkel natuurlijk, maar overal. We hadden contacten wel met elkaar, want het waren overal Nederlanders die er werkten. We begonnen de zaak te saboteren. Hè. Ook in Saint-Malo deden Lucien Tarrier en zijn kameraden hun duit in het zakje. Faire en sorte qu'il manque pendant un certain temps du sable ou alors que du gravier, de façon à ce que le mélange ne soit pas fait comme il fallait. Et après, ça faisait une mauvaise qualité du béton.
Voor ons is het interessant om te verslaan, want ze hebben geen vacherie. Niet alle Duitse soldaten voelden zich gelukkig met de situatie. Marinier Meyer en zijn kameraden in Saint-Nazaire wisten wel beter. Het Ganze is een tactisch spiel geweest. En wie een beetje denken kon, had ook damals schon gezien dat dat zo niet ging. Maar man durfde het ja niet zeggen. Angst. Ja, Angst, wenn Sie es nennen wollen, ja. Das war nicht einfach. Angst, ja klar, ich habe das zweimal erlebt. Ich habe einen Kameraden, wo ich ein halbes Jahr auf der Stube mitgelegen habe, der war ein halbes Jahr weg gewesen. Fast ein halbes Jahr hatte keine Lust mehr, Soldat zu spielen. Und ist bei der Resistanz untergetaucht und ist dann näher vom SD gepackt worden. Und der Flottillenchef bestand darauf, dass er innerhalb der Flottille erschossen wurde. Und da ich Schießauszeichnung hatte, gut schießen konnte und so weiter, hatte man mich unter anderem auch mit in das Exekutionskommando eingestellt, weil der auch Obermarkt zu der Zeit war. Und dann hat der, habe ich abgelehnt. Habe ich 5 Tage Arrest für gekriegt. In de hoogste regionen krijgt de organisator van de Atlantikwal, dokter Tot, intussen last van naijver. En op de 8e februari 1942 gebeurt er iets vreemds met hem. Für mich bleibt es immer nach wie vor mysteriös. Nicht? Man weiß nicht, ob da ein Befehl dahinter stand, ob das wirklich ein Unglück war. Er hatte einen sehr, sehr guten Draht natürlich zu Hitler. Hitler vertraute ihm vollkommen. Er war ja praktisch der Baumensch schlechthin für alle Organisationen, die es gab, ob Energie oder Wasser oder irgendwas, nicht? Für alles. Nicht? Nooit is het vliegtuigongeluk van Tot opgehelderd. Ondanks zijn dood blijft de organisatie verder functioneren. Maar Hitler en de Wal verliezen wel een cruciale steunpilaar. De Führer komt. De eensgezindheid aan de top is trouwens ver te zoeken. Terwijl de propaganda de Wal als een onineembare vesting afschildert, betwisten de verschillende krijgsmachten elkaars bevoegdheden aan de Atlantikwal. Eigentlich hat man ja den Eindruck, eine Diktatur würde sehr stringente Hierarchien fördern. Das war aber da nicht der Fall. Es war ein totales Kompetenzwirrwarr, wie man es manchmal bezeichnet, dadurch ausgelöst letzten Endes, dass Hitler keinen zu stark werden ließ. Das hat natürlich dazu geführt, dass möglichst jeder starke Kompetenzen an sich ziehen wollte. Das Sprichwort ging um, Man hat dann kleine Nazis, kleine Hitlers gebildet. Jeder wollte für sich so möglichst viel Spielraum haben und sich gegen den anderen abgrenzen. De chaos aan de top leidde ook tot grote tegenstrijdigheden over de manier waarop de verdediging georganiseerd moest worden en wie er wat moest doen aan de wal. Wenn es von vornherein vielleicht in einer Hand gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen schneller gegangen. Nicht? Bovendien verwerft het geallieerde commando in Londen steeds meer inzicht in de tactiek van de kustverdediging. Londen vraagt inlichtingen aan het verzet en krijgt die ook. Das westliche Europa mit verschiedenen Nationalitäten war irgendwie vertreten. Nicht? Es war ja auch so, es war auch keine Geheimhaltung möglich. Nicht? Französische Ingenieure arbeiteten in unseren Büros. Nicht? Die Firmen, nicht wahr, oder die Männer der Resistance arbeiteten an den Bunkern. Een van die verzetsmannen was Stéphane de Vacht uit de Panne. Hij speurde in het grootste geheim naar tipgevers. Werklieden die de bunkers aan de Belgische kust bouwden. De Vacht nam daarbij grote risico's. Het feit dat ik ze zag terugkeren van hun werk, heb ik gezegd, kom, die werken op deze stelling, die weten daar meer van de ligging. En juist die ligging was voor ons van groot belang, die we dan overbrachten op de kart. Wat deed u dan? Dan gingen u mensen achterna of thuis opzoeken? Nee, ik ging ze thuis opzoeken, of een tussenpersoon die mens kende. En ook kon nagegaan worden in hoeverre dat ze betrouwbaar waren. En van de andere kant hebben we dan ook ondervonden wie dat we moesten mijden en op wie dat we mochten rekenen.
Ik had dus een agent van mij die hier ter plaatse op het bureau werkte van de firma Bittebier. En op die manier kreeg ik van hem de ligging van al die bunkers. En met die ligging overbrengende op het locatieplan heb ik dus de mogelijkheid gezien van dat door te geven langs de koeriers van de inlichtingsdienst Mark, die deze inlichtingen en documenten rechtstreeks overmaakte aan Londen. Intussen testte de geallieerden de Duitse paraatheid. Tussen maart en augustus 1942 voeren ze commando-raids uit op de havens van Saint-Nazaire en Dieppe. Bij de raids vallen tientallen doden. De Atlantikwal houdt moeiteloos stand. En de Duitsers dwingen de tegenstanders tot een snelle aftocht. Maar de vrees voor een invasie neemt toe. En ze menen nu zeker te weten dat de geallieerden op komst zijn. En wel via de havens. Het was een tweede strategische vergissing. De Duitse militaire denkers concentreren de inspanningen nu vooral rond de havens. Men kon zich niet voorstellen dat de vijand buiten de havens een bruggenhoofd zou proberen uit te bouwen. Op de latere invasiestranden werd niet veel onheil verwacht. Meer en meer groeit er een ongezonde competitiesfeer tussen de organisation TOT en het leger. Maar vooral tussen de krijgsmachten onderling rijzen misverstanden. Veldmaarschalk von Rundstedt, de westelijke opperbevelhebber, wist er geen raad mee. Rundstedt als Oberbefehlshaber West hatte lediglich direkte Befehlsgewalt über seine Heeresverbände, die Heeresdivisionen und Stäbe. Nicht aber über die Luftwaffe, die Marine, über die SS-Einheiten, über den Militärbefehlshaber in Frankreich und so weiter. Das heißt also, es war ein Kompetenzsplitting hier in Deutschland, im Westen vorhanden, die auch seine negativen Folgen hatte. In de praktijk rezen er dikwijls vragen. Wat moesten bij alarm de kustbatterijen doen bij de invasie? Schieten op de soldaten die al aan land waren? Of schieten op schepen die deze soldaten zouden bevoorraden? Er was geen duidelijkheid. Het werd vooral von Rundstedt te veel. Op 28 oktober 1943 schrijft Rundstedt een kritisch rapport over de toestand. Hij stuurt het op naar de Führer. Hitler neemt deze keer de bezorgdheid van von Rundstedt ter harte. De Atlantikwal heeft dringend behoefte aan een nieuwe strateeg. Op 5 november 1943 wordt Erwin Rommel belast met de leiding over de Atlantikwal. Rommel is een levende legende. Zijn komst doet vriend en vijand de adem inhouden. Er war wahnsinnig, er war sehr ungeheuer viel an der Küste. Ob in Dünnkirchen oder in Biarritz, nicht wahr, oder bei den U-Boot-Bunkern und so. Nicht wahr. Er ist ja andauernd unterwegs gewesen, nicht wahr, und hat inspiziert und Anordnungen getroffen. Und das war enorm. Maar voor Rommel zelf was de kennismaking met de wal een ontnuchtering. Zo schreef admiraal Ruge, adviseur van Rommel, in een van zijn rapporten. Het heen en weer getrek over de beste verdedigingstactiek bleek uit het feit dat men op het strand van Fécamp bunkers dichtgemetseld had. In Dieppe waren ze gewoon onbemand en ten zuiden van de Somme vonden we bunkers die opgeblazen waren. Admiraal Ruge, adjudant van maarschalk Rommel. Rommel reisde onafgebroken de wal af, van noord naar zuid, altijd op zoek naar zwakke schakels. Ook vader Brugmans maakte een van Rommels inspectierondes mee in Katwijk. Maar kennelijk was Rommel niet heel erg tevreden over de gang van zaken daar. En ik weet dat mijn vader vertelde van een geval waar de tankgracht was gemaakt in een speciale vorm om de tanks eruit te houden. En in dit geval de Duitse officieren die er stonden en ze wouden een demonstratie houden. De tank ging erin en kwam er weer uit. En dat is iets kennelijk waar Rommel ook niet tevreden mee was. En hij wilde de zaak verbeteren. En dat inderdaad is ook gebeurd.
Rommel wilde van het strand een echt hindernissenparcours maken. Aanstormende landingsvaartuigen moesten tegengehouden worden door een reeks hindernissen, versperringen en mijnen. Bij hoog water waren de versperringen onzichtbaar. Als de landingsvaartuigen van het hoogtij gebruik wilden maken om dichterbij te komen, zouden ze worden gestopt of vernietigd. Eerst door zogenaamde Belgische poorten. Vervolgens stonden er houten palen met mijnen en uiteindelijk stalen obstakels die bij hoogwater de bodem van landingsvaartuigen uit elkaar reten. En wie daar doorheen wilde komen, mocht beschietingen verwachten vanuit de bunkers. Het was natuurlijk geen gemakkelijke taak. Rommel rapporteerde wel rechtstreeks aan Hitler, maar Rundstedt was de echte bevelhebber van de westelijke legers. En die moest op zijn beurt nog samenwerken met de bevelhebbers van de marine en de luchtmacht. Iedereen had zijn eigen ideeën. Het was een dubbelzinnige situatie. Erwin Rommel had een nauwe band met zijn vrouw en zijn zoon Manfred, die hij in vertrouwen nam. Telkens de maarschalk thuiskwam, vertelde hij over zijn strategie. Zo vernam Manfred Rommel van zijn vader dat de Atlantikwal alleen kon standhouden als de geallieerden op het strand zelf gestopt zouden worden. En de bunkers alleen zouden niet volstaan. Rommel wilde tanks. Mijn vader wilde dat die panzerverbände, die Deutschen, unmittelbar hinter der Küste aufgestellt werden in sinnvoller Gliederung, damit sie möglichst rasch eingreifen konnten. Denn er sagte, der schwächste Moment beim Landungsunternehmen, das sind die ersten Tage. Het kwam tot een enorme rel, met aan de ene kant Rommel, aan de andere Geier von Schwepenburg, de tankcommandant. Die wilde de panzers onder geen beding aan de kust opstellen, maar wel meer landinwaarts, om zo een snelle bewegingsoorlog te kunnen voeren. Hitler hat laviert, einmal den einen begünstigt, einmal den anderen begünstigt und zum Schluss hat er eine Lösung gefunden, die dann allen gerecht wurde. Eigentlich typisch für Hitlers Entscheidungen. Sie sah so aus, dass von den 10 Panzerdivisionen 4 in Oberkommando der Wehrmacht Reserve waren, also dem Oberbefehlshaber West in seiner Kommandogewalt entzogen. Die anderen 3 waren der Heeresgruppe B unterstellt, also Rommel. Und 3 waren sowieso in Südfrankreich. Blieb also, dass Rundstedt als Oberbefehlshaber West direkt keinen Einfluss auf seine wichtigste Waffe, nämlich die Panzer, hatte. Mein Vater hat immer gesagt, der, wer als letzter die Türklinke bei Hitler in der Hand hat, der hat recht bekommen. Aan de kusten ging de wedloop tegen de tijd intussen verder. De organisation TOT moest zoveel mogelijk bunkers plaatsen. Maar tegelijkertijd was er steeds minder materiaal voorhanden. Er werd gestolen bij het leven. Ik nam iedere dag zakken vol spijkers mee naar huis. Je kon geen bal meenemen, maar deed ik in mijn zak. En naast ons woonde een boertje, die moest een schuur bouwen. En hij had die vergunning voor gehad, maar die moest zelf zorgen dat hij aan materiaal kwam. Nou, de aannemer die had nog stenen liggen en die had nog hout liggen, maar die kon niet aan spijkers komen en niet aan cement. Nou, ik heb alle spijkers voor die schuren verzorgd en ik had nog zien, die schuur staat 1943 op, die staat er nou nog. En op een avond breng ik die spijkers, die zei, moet je even wachten, kan je even helpen. En dan komt er een wagen aan sjokken. En dat was een zekere Kastel van Soeburg, die reed voor de Weermacht en die bracht een hele wagen vol met cement van de Weermacht. Dus er werd lekker aan verdiend. Maar het echte gevaar kwam uit de lucht. De geallieerde luchtvloot werd oppermachtig. Bommenwerpers bestookten onophoudelijk de verkeersaders en de spoorlijnen waarlangs het materiaal voor de wal werd toegevoerd. Het gebrek aan materiaal en brandstof werd nijpend. Angriff auf Eisenbahnknotenpunkte, auf Brücken und auf sonstige Versorgungsanlagen, die haben schon empfindliche Hindernisse gebracht, um das Zeug, was wir brauchten zu bauen, nun auch an Außenstelle zu bringen.
Ook de bunkerbouwplaatsen kregen nu de volle lading. De gevolgen voor de soldaten en de werklui waren verschrikkelijk. In Epperlec kon Luc van de Velde op het nippertje ontsnappen. Ja, er waren 1500 doden achter 2 of 3 bombardementen. Maar het eerste was 950 doden. Ja, en wij als gevangenen, er was in het kamp zelf, waren wij nog een keer omgeven door Pinnekesdraad. Dus wij konden niet rondlopen in het kamp. Tenzij in ons hennekot, om zo te zeggen. Wij werden opgetrommeld met 200 gevangenen. Ja, en terug naar de bouwstellen. Aframen, ja. Hier een been, daar een arm. Ja. En allemaal op een camion en die werden weggereden. Waar ze dat naartoe gedaan, weet ik niet. Maar hier en daar lag er toch nog een bom tussen. En we moesten die dan dragen. Weg daarmee. En ze stonden met de mitraillette. Dat kostte geen ontkomen aan. Ik stehe op een standpunt. Bij gegnerische luchtoverlegenheid is keine Baustelle, keine Großbaustelle durchzuführen. Vollkommen ausgeschlossen. Van de Velde slaagde erin de bunker te ontvluchten. Hij dook onder en werd gerekruteerd door het Franse verzet om de bunkers van de V-bommen op te sporen. Spionagewerk. Dus ik had onder mij mijn Smith & Wesson, 4 granaten en een dolk. En daarbovenop die jas met Hitlerkruis, de noot en Bottenham, een centurion met een Duitse loger. Ik ben in die camion gestapt en we zijn weggereden naar Radingen. En die chauffeur zei, espèce de Bosch, ça va être ta fête après la guerre. Ik zeg, stel een snelste mens. Ja, zo, we komen daartoe. Ik zei, die commandateur. Ja, dort, ja. Ik zei, snel en ver. Ja, die papieren. Ja. En kregen een motor mee met een Duitse soldaat die ons de weg toonde in het bos. He, waar die stellen daar stonden. Ik zag dat direct nu. Als je dat ziet, dat is geen mekano. Dat is, en die dingen, die V1's die ernaast lagen of greet lagen voor erop te. Wat is er dan met die stellingen gebeurd? Achter 2 dagen zijn ze gebombardeerd geweest. He, door hurricanes of typhoons. Dankzij uw inlichting? Ja, dankzij mij. Want s'avonds als ik thuis kwam, dat je mij een serieuze... hoe zou ik zeggen, een zware kop bezorgd, want het was tut. En 2 dagen nadien waren de typhoons of de hurricanes door en zijn heel dat spel dat ik opgegeven heb gebombardeerd. Maar zaterdags was ook gerangeerd. Die hebben exact gewusst, nicht wahr, aus ihren Luftbildern, wo was gebouwd wurde. Und haben dann nur noch die Dringlichkeit, nicht wahr, abgeschätzt und dann ihre Bomberverbände fliegen lassen. Ohne wir auf unserer Seite war ja keiner da. Ondanks alles lukte het rommel toch om de wal op vele plaatsen aanzienlijk te versterken. Aan zijn zoon vertelde hij dat de wal niet overal zou standhouden, maar dat hij toch nog geloofde dat de geallieerden teruggeslagen konden worden. Nee, ik geloof dat hij had een chance gezien. Hij had schon een chance gezien dat de Atlantikwall werkt, maar natuurlijk onder andere voraussetzungen. In zijn binnenste leefde de veldmaarschalk in twijfel. Twijfel die hij ook in een toespraak tot zijn officieren niet helemaal kon verbergen. In hinblik op den vertuigen geest van de truppe, op die nieuwe bewaffnung en die kampwillen die ons in de hand gegeven zijn, kunnen we de komende ereignissen met grootste ruhe entgegensehen en brauchen ons keine Sekunde den Kopf zu brechen, ob goed of slecht geht. Het gaat bestimmt goed. Ik geloof niet dat Engel een tweede maal wiederkomt, wenn hier den Versuch macht. In de Normandie, wenn man dort die 2 Panzerdivisionen, die weiter im Hinterland standen, an die Küste verlegt hätte, so wie er vorgeschlagen hat, wenn man die Seine-Bucht vermint hätte, nun, die Alliierten wären so stark, die wären dennoch gelandet. Also, das ist
jetzt sich ein Szenario auszumalen, dass die Deutschen hätte gewinnen lassen, ist eigentlich unrealistisch. Mein Vater hat, so hoch er den Kampfwert der Amerikaner und Briten einschätzte, sie immer noch unterschätzt. Hier zeigt Deutschland im vierten Jahr des Krieges die gigantische Stärke seiner Abwehrkraft. Der deutsche Soldat steht auf der Wacht. Er erwartet den Feind. Juni 44. De Atlantikwal was klaar voor de invasie. Althans op heel wat plaatsen. Maar van de 15.000 bunkers die Hitler in 42 had besteld, waren er maar 5.000 gebouwd. Het was slecht weer en laag tij. Rundstedt was niet in de buurt. Rommel zat thuis. En de geallieerden doken niet op aan de goed beveiligde havens, maar op de zwakste plek van de Atlantikwal. De stranden van Normandië. Het verweer was hevig, maar de hindernissen van Rommel waren goed gekend. Breitseiten britischer Kriegsschiffe. Das Gefecht zwischen Küstenbatterien und Schiffsartillerie ist im Gange. It was one hell of a fight. A lot of men went down, a lot of men were killed or wounded, but the rest of the orders were, never mind the dead or the wounded, look after yourself, get ashore. Until you get ashore and get the Germans out, you haven't started. When I dropped down behind the bank, there's a young Canadian, he was just lying there more or less in two pieces. That was one of the first ones I seen, apart from the ones that was being blown up around about. Uit de getuigenissen van de oorlogsveteranen blijkt ook dat de landing anders had kunnen aflopen. Als Rommel zijn tanks had gekregen. You know, on the beaches you had a lot of second-grade troops, Russians and that. Now quite keen to put their hands up the Russians and that. I think if the Panzers had been there, it would have been a completely different story, to be honest. It would have been impossible. As it was a difficult task, and I think we were very fortunate to get ashore. Because had the Germans had their tanks on the beach as Rommel wanted, we wouldn't have got ashore at all. De strijd was bloedig, maar de kustverdediging hield nog geen 24 uur stand in Normandië. Elders bleek de Atlantikwal veel sterker, met name in de havens die bestormd werden na de eigenlijke landing. Voor de haven van Saint-Malo ligt het eiland Sézambre. Drie weken lang kregen Otto Koch en zijn regiment de volle laag van de Amerikaanse luchtmacht. De bunkers waren hun redding. Es wurde auch mit Napalm geschossen, was wir gar nicht kannten. Bombardierungen mit Napalmbomben. Wir sagten nur immer Gasolinbomben dazu und die Insel brannte überall. Auch wir hatten Verbrennungen und Überlebungen waren nur mit Gasmasken möglich, auch selbst in den Bunkern. Wo die Phosphor und auch diese Napalmgase einzogen.
haben wir uns dann so gerettet, dass hinter den Türen, hinter den Blechschotten, Seile oder Ketten angemacht waren, wo zwei Mann immer wieder diese Schotten zuzogen. Denn wenn der Luftdruck, wenn das nicht möglich war und der Luftdruck dort so stark war von Bomben, die ganz nah flogen, dann wurden wir in den Bunkern durcheinander gewirbelt. Wir hatten uns eingehakt, in Decken eingehüllt und in Gasmasken selbstverständlich. Die Gasmasken waren sehr gut, die wir hatten. Und so haben wir dann überlebt. Man wurde dort hin und her gerüttelt, die Bunker wackelten, die rissen auch. Man war sich nicht sicher, ob diese Bunker überhaupt hielten. Unser großes Problem, nicht verwundet zu werden, wir hatten keinen Arzt. Wir hatten nur einen Sanitätsmat, der dort operierte und alles Mögliche machte. Operieren mit der Rasierklinge, waren auch schwer verwundet dabei. Es sind auch viele gestorben. Ich habe einen gekannt, das war der Geschützführer Düsterhaupt vom 1. Geschütz, der hatte beide Beine ab. Gedurende de zomermaanden trekken de geallieerden het binnenland in. De Duitse tegenstand bleef zeer hevig en het zou nog maanden duren voor de geallieerde troepen naar Duitsland konden doorbreken. Maar de Atlantikwal was gevallen. Tekens van de Atlantikwal zijn ook vandaag nog zichtbaar. En de gevoelens van de mensen die er hun jeugd aan hebben gegeven, zijn nog altijd zeer hevig. Ik ben stolz dat ik wesentlich zu den schweren Batterien heb beitragen kunnen. Ob nun in Brest, in Lorient, Saint-Nazaire, La Palisse, Bordeaux oder in Norwegen, Trondheim. Daar ben ik schon stolz op. I always wanted to be in the invasion of France when it came. And I think myself lucky that I was. It was a horrendous experience, but I do feel that in my own mind, I'm satisfied that I did a little bit to help win the war. Volgens mij is de hele Atlantikwal eigenlijk een teken van een regime dat veel schade heeft aangebracht aan de mensen. En we moeten hopen dat het nooit meer zal gebeuren. Het is een bêtise fenomenaal. C'est un rêve de fou. Deze week vertellen we de historie van Hitler in België. Op 1 juni 1940 maakte de Führer een reis door ons land. We baseren ons op oude foto's en doen de hele tocht over met een fotograaf. In Frankrijk was de oorlog volop bezig. De Führer nam de tijd voor een nostalgische trip. Hij bezocht de plaatsen waar hij in 1418 had gevochten.
De soldaat van toen keerde als overwinnaar terug. Donderdag ziet u de hele historie. Heel graag tot volgende week.